Brussel, 10 oktober 1859. Logement au Prins Belge, Rue de la Montagne, aan mevrouw Everdine Douwes-Dekker van Wijnbergen, te Amsterdam. Van? Multatuli. Lieve Tine, de Max Havelaar is af. Ik hoop dat men mij een boekverkoper kan bezorgen die het boek uitgeeft. Want bevallen of niet, ik zal gelezen worden. Dat het opgang zal maken, houd ik voor zeker. Er zullen passages in staan die doen trillen, dat beloof ik je. Er komt een Hollandse makelaar in, die op de weg des heren wandelt, maar tegelijkertijd graag veel geld verdient aan de koffie. Ik weet zeker dat je zult lachen om die man, omdat hij een scherpe satire is op de Hollandse geest. Dat is geen reden om te bevallen, maar wel om opgang te maken. Want ik heb mijn boek geschreven om twee redenen. Verbetering van mijn positie en verbetering van de boel in Indië. Ik heb te veel geleden en vecht dan liever. Ik draag het op aan de koning, die ik zal toespreken aan het slot. Maar het is af. Ik moet u kopiëren, maar mijn boek is af. Het zal als een donderslag in het land vallen. Het is, lieve Tine, onze geschiedenis. O, ik krijg iedereen tegen mij. Maar ik zal het verstoren. Een rustige rust. Op de vraag, man, is er rottigheid tussen het ambt? Woord, krijgen sieren lach, ze kruipen daar voor uw gezag. En ach, van zo, tot dat Jeribon hangt u foto. Boven het kanon op alle fronten, kregen wij gelijk. Het is rustig in uw koninkrijk. En jij, de drie, de wappert in de oost naar de proost. Ach ja, de Heer wendt zich toch elke keer tot ons. Bestien, wij op de gazons beschermd door 14 wereldons. God, zij met ons. Dag meneer de resident. Oh, dag meneer Slijmering. Wat een vrolijke partij, vindt u niet? En dat terwijl het toch zo jammer is dat onze gouverneur-generaal ons verlaat. Want hij heeft iets groots verricht. Koffie, thee, tabaksplantages. Ach, meneer Slijmering. Ik hoor dat u ook spoedig Indië gaat verlaten. Dat hebt u goed gehoord. Inderdaad, ik ga met pensioen. Ja, ik verlang naar Holland. Het wordt mij te warm hier. Onder de voeten. Zo, Verbrugge. Heb jij nog tijd voor recepties?
Nu jij Max Havelaar waarneemt. Ik begeleid de vorst van Lebak, meneer de resident. Het schijnt dat die Havelaar een boek schrijft. Over zijn verblijf in de Oost hier. Dat is hij van plan, ja. Ja, de plannen van Max Havelaar. Wat komt er van terecht? Nou ja, doe jij maar goed je best, Verbrugge. Dan krijg je misschien ooit nog eens, net als ik, goud op je kraag. De wereld draait om goud. Alleen het goud, het geld en alles blinkt. De wereld draait om goud. Het kan niet schelen of het stinkt. Het stinkt, het stinkt. Zorg dat je het krijgt en dan heb je de zorgen dat je daaraan houdt. En nooit genoeg ervan. De hele wereld draait om goud, om goud, om goud. Goud, goud, goud. Hij zat er vol en op je kraag. Goud, 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 goud. We zetten steeds een volle maag. En Indië is rijk. Daarom is Indië ons zo vertrouwd. Dus schrijf ons koninkrijk. Het schip met goud, het schip met goud. Met goud, met goud. Is het waar dat Havelaar weg is uit Lebak? Dat moet u toch weten, mevrouw Sjotering. Ik weet te veel. Hans, Hans Verbrugge, jij hier. Jij vervangt Max Havelaar toch als assistent-resident. Hij heeft ontslag gekregen. Genomen, mevrouw. Excuseert u mij. Ik zocht je al, je bent er dus toch. Ja, ik ben hier als chaperone van de Adipati van Lebak. Chaperone. Daar heb je hem. De neiging om met mijn viool achter die man aan te hollen. Mijn gelukwensen met je succes, Duclari. Ik heb vernomen dat je 8 javanen hebt laten ophangen. Was dat nodig? Je gaat op Havelaar lijken, Verbrugge. Die 8 javanen waren misdadigers. Het wordt tijd dat die zwarte gezag leren. Steek hun huis in de brand, vernietig hun akkers en kap de vruchtbomen. En daarna zijn al die zwarten trouw. Ja, wat je noemt tot in de dood. Zo is het. De koning is de baas. En... God is met ons en hier in brons staat koning Willem III de salons aan. Ik is een kopie, zo lang die geen probleem, hoera. Het is rustig in Batavia, tarara. Tarara, boem, die jene, dat af. Oh, schaar heeft geen idee, het is hier. Door ons geloof. In Frankrijk is er telkens moord en doodslag. Dat komt omdat ze daar katholiek zijn. En de javanen zijn arm omdat het heidenen zijn. Dat is zo Gods wil. Daar, in het verre Batavia, wordt zijn wil waarheid. De beloning voor ons geloof is hier. Staat er niet geschreven. Bid en werkt, opdat gij bidt. En die zwaartjes, die het onze vaderen niet eens kennen, werken. De Heere is met de Nederlanden, omdat Nederland met de Heere is. Amen.
Dat was een mooie preek van dominee Webbeler. Niet waar, Rosemeyer? En vindt u niet dat hij gelijk heeft? We moeten blijven denken aan de armen. Want dat kost niks. We denken aan de armen en we nemen de benen. Gids! Wat denkt dat je een droogstoppel bent? Het is de jeugd. Droogstoppel. En hoe gaat het in de suiker, Rosemeyer? Ik ben blij dat de almacht mij makelaar een koffie heeft laten worden. De suikers staan ook hoog genoteerd op de beurs, droogstoppel. Desalniettemin, heb jij een Roomse dienstbode? Wees toch wat stipter in de leerman, dat is goed voor de koers. Mm-hmm. Ach, dominee. Uw preek over die arme heidenen daar in dat verre Indië heeft mij zeer gesticht. Als ondernemer zijnde. Ondernemen is boven krijgen. Mag ik u allen uitnodigen voor vanmiddag op de krans bij de Rosemeyers? Dan ga ik u voorlezen uit het boek dat ik schrijf. Namelijk over de koffieveilingen der Nederlandse handelmaatschappij. En dominee blieft toch wel een bittertje? Dat lijkt mij ook, ja. Interessant. Zie daar een grutter die bezig is zijn koffie te sorteren. De goede man zou eens moeten weten wie hier voor zijn ramen staat. Kom, Batavus, het is koud. Ja, daarom heeft de almacht mij zo'n prachtige bontjas gegeven. En ik jou zo'n lekkere warme mantel, hè? Bovendien laat hij mij studeren voor mijn boek. Fitsje! Volg dominee en je moeder! Jan de Rapje. Wat is het koud. Maar ja... Het is niet erg om buiten te zijn wanneer je als zakenman binnen bent. Dat is Java. Pardon? Java koffie, mooi geel. En daarachter cherrybonaard, iets gebroken met veegsel. Ja, het veegsel is interessant. En het veegsel verdien je het meest. U hebt verstand van koffie. Ken je me niet meer? U bent geen makelaar. U hebt geen bontjas. Een klant misschien. Ik sta al 17 jaar op de beurs en ik ontmoet veel mensen. Last & Co. Dat is de firmanaam. Ik ben directeur, Batavus Droogstoppel. Lauriergracht 37. Ik heb met je op school gezeten. Onmogelijk. U hebt geen hoed op. Ik ben Max Havelaar. Ik heb je een keer gered uit de handen van een Griekse schoon op de kermis. Spies! Wees toch stil, man. Ik kom net uit de kerk. Ik ben een eerzaam man. Ik ook. Ik ben alleen wat armer. Arm? Dat is dan je eigen schuld. De heer verlaat niemand die hem trouw dient. Goedendag. Droogstoppel. Meneer Droogstoppel. Ik ben makelaar in koffie. Ik heb een vrouw en twee kinderen. Ik ook. Ik ben een dichter. Een dichter? Zodra. Weet u wel hoe ik en alle fatsoenlijke mensen erover denken? Het gaat juist om dat denken. Ik wil gelezen worden. Het publiek kent mij niet. Oh, mijn werk staat 17 jaar op de beurs bij dezelfde pilaren. 13 mensen in dienst. Ik heb geen geld. Het enige dat me warm houdt in de kou is die sjaal. Curie! Ik wou je vragen of je voor mij borg wil staan bij een boekdrukker. Pardon? Alleen voor de kosten van een eerste uitgave. Dit zijn mijn manuscripten. Het gaat vaak over koffie. Hey! Wacht eens even! Sherman! Pot, douche! Zo. Wat bleef je lang weg, Batavus? Heb je iets gekocht bij die grutter? Ik had een bespreking over mijn boek. Met een dichter. Hij heeft belangrijk werk voor mij gedaan. Het vaak over koffie, met name de koffiecultuur te Menado. Jan Drapje. Batavus, vloek toch niet zo waar de kinderen bij zijn. Over de toekomst van de Nederlandse handel. Oh, even hier. Het zal niet lang duren voor mijn boek klaar is. Over het tegennatuurlijke van schoolinstellingen. Leest u daar vanmiddag over voor, vader? Ja. Over de ouderlijke macht. Dat lijkt een geschiktere lectuur. Over de prostitutie in het huwelijk. Wat is dat voor viezigheid? Heel belangrijk voor vaders boek. Mooie meiden drinken ook wel eens koffie. Ga naar je kamertje. Ja, daar gaat het denk ik over. Over de onzedelijkheid van het hengelen. Wat is daar nou voor onzedelijks aan? De manier waarop je je hengel vasthoudt. Batavus, zeg er wat van. Over de niet-etende bevolking
van het eiland Rotti bij Timor. Dat moet haar goedkoop leven zijn. Over de lichamelijke aantrekking bij het dansen van de Weense wals. Weer zo'n schunnigheid. En dat op de dag des heren. Dansen, walsen. Dat doen alleen veile vrouwen. Ja, in het huwelijk. Fritsje, naar boven! Jij ook, Marie. Mijn boek is voorlopig nog niet bestemd voor kinderen, Han. Alhoewel, over de prijs van Java-koffie. Dat klinkt toch heel keurig, hè? Als ik eraan denk waar men allemaal koffie drinkt. Oh, straks bij de Rozemeijers op de krans. Waarom denk je dat de kinderen zo brutaal zijn? Ze hebben daar een Roomse dienstbode. Fritsje, laat die Roomse dienstbode toch wel met rust? De dienstbode wel, maar Betsy niet. God en ik zien alles. Fritsje, Marie, naar boven jullie. En Fritsje, ik waarschuw je. Je bent pas 17, hè? Laat ik het niet merken, hè? Jong te rapje. Frits, kom terug. Wat heb je onder je kiel? Alsjeblieft, moeder. Pot, douche! Het komt allemaal door dat gevloek van jou, godver... O, Heer, vergeef me. Ouders zijn het gevolg van hun kinderen. Hé, dat wist ik helemaal niet, zeg. Zo wil ik ook wel eens op de koffie komen. Die sjaalman heeft het er in dat verre Indië klaarblijkelijk zeer naar zijn zin gehad. Hè? Over de lichamelijke aantrekking bij het dansen van de Weense wals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Door Max Havelaar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ik heb gelijk, dit is wat me leek. En nou is het eindelijk zover. Ik lach om gevaar, mijn toekomst is daar met jou. Zou ergens een mens gelukkiger zijn? Met wie dan, met welke vrouw? Of ik arm ben of rijk, het blijft mij gelijk. Ik heb al wat ik wens, ik heb jou. Ik hou je vast, dus ga je niet alleen. Wij zijn elkaars fenomeen. Wij draaien om elkaar heen. Je wervelt en wordt als een wals. Als alles maar draait, draait zoals het moet. Dan komt het wel goed en wel. Jij de zon en de maan, ik bied ze je aan. De wereld was toch al. Toch al. Toch al. Van jou. Max, waar heb je het nou over? De zon en de maan, ik bied ze je aan. Doe, het is hier in India al warm genoeg. Jij gaat niet met mij mee? Waar naartoe? Ik heb promotie gemaakt. Met jouw karakter. Nou, de gouverneur-generaal is heus een verstandig man. Ja, maar jij niet. Tine, pas op je woorden. Want je spreekt tegen een bijna hoofdambtenaar in functie. Je bent assistent-resident geworden? Ja, ja. Waar? In Lebak. Lebak. Mm-hmm. Assistent-resident van Lebak. Is dat een promotie of niet? Maar Lebak is zo arm. Ja. Dan zullen we het minder hebben dan nu. Oh, maar ik krijg een hoop zilver op mijn kraag. Per wanneer? We vertrekken morgen. Oh. Wou je eerder? Ik ben heus heel trots op je, hoor. Maar... ik ga toch liever terug naar mijn moeder. Nee. Dit is het geluk en ik heb gelijk. Dit is wat me leek en al. Is het eindelijk zover? Ik lach om gevaar. Mijn toekomst is daar.
in Lebak. Ja. Maar met jou, met jou, met jou, met jou, met jou. Machtig, wat is het heet? Arin Panas Sekali. Hoe lang zit je hier nu al als militair commandant? In Lebak? Ja. 10 jaar. Nee, serieus. Hooguit 10 maanden. Jawel, maar het lijken 10 jaar in dit rotgat. Ja. Lebak is een moeilijke post. Die Hagelaar zal nog lachen. Ken je? Hij schijnt stapelgek te zijn. Hij heeft nogal wat op met die zwarte liplappen. Sst, je weet nooit wat ze verstaan. Zeg, waar is zijn voorganger nou eigenlijk precies aan dood gegaan? Slotering. Ja. Had het als een lever. Oh, dus niet als een elleboog. Nee, nee, echt. Hij moest veel fruit eten, vooral de schillen. Die man die hield alleen maar van kokosnoten. Het is toch zielig voor dat Indische vrouwtje van hem. Ze is een verwachting van de 6e. 6. Ja. Is niet gek voor iemand met een leverkwaal. Tamu, dat dan. Onze gasten zijn er. Slamat Paki, Tuan Raden Adipati. Goedemorgen, excellentie. Slamat siang, Tuan Controleur Verbrugge. Slamat siang, Tuan Raden Adipati, slamat datang. Trima kasi, Tuan Commandant. Goedemorgen, Verbrugge. Goedemorgen, Duclari. Wat is het warm, hm? Sila kamasuk, Tuan Raden Adipati. Allemachtig blijven we maar lijst spreken. Wat de vorst het zijn geeft dat we het Hollands mogen verder zeuren. Slamat duduk, Tuan Raden Adipati. Saya bisa bahasa Belanda. Ik verheug mij, mijn oudere broeder, de nieuwe assistent-resident, straks te mogen begroeten. Wij verheugen ons allemaal. Nou. Maar het verheugt mij spoedig vriendschap te kunnen sluiten met een nieuwe assistent-resident, Havelaar. Nou. En bovendien verheug ik mij op mijn verzoek aan de nieuwe assistent-resident om mij een voorschot te willen geven op de landrenten. Meneer de Adipati weet toch dat dit niet is toegestaan voordat de verantwoording is goedgekeurd. Meneer Verbrugge. Ik zal de heer Havelaar adviseren tot betaling over te gaan. Die verantwoording zal worden goedgekeurd. Dat is gezonder voor je lever. Ik heb u ditmaal niet verstaan, meneer Duclari. Mantridatum! Daar zullen ze zijn. Sabat pagi, tuwa. Saya boleka memper kenalkan diri Tuan Raden Adipati, nama saya Max Havelaar. Selamat datang, Tuan Assistent Resident Havelaar. Meneer de Adipati geeft verlof om Nederlands te spreken. Dan mag ik u voorstellen, mevrouw Havelaar. En meneer Havelaar, uw controleur, de heer Verbrugge. En uw militair commandant, de heer Duclari. Meneer de Adipati, ik weet zeker dat wij hier in Lebak een heerlijke tijd tegemoet gaan. Weet u, meneer Slijmering, mijn man popelt om hier aan het werk te gaan. Oh, nou, dan kunt u meteen wel beginnen, meneer Havelaar. Ik ben vanmorgen nog door een Javaan nagelopen die vroeg aan mij of er niet iets aan hun ellende gedaan kon worden. Ja, wat voor ellende? De bevolking hier is erg arm, meneer. Nou, dat weet ik. Ik heb hem verteld dat hij maar met zijn nieuwe assistent-resident moest gaan praten. Meneer, u moet nu de Adipati gezelschap gaan houden. Ja, pas op, meneer de vorst. Het is erg van olleka, molleka, proto, molleka. De hofetiketten is hier heel erg strak. Mm-hmm. En u dient formeel de Adipati uit te nodigen voor uw beëdiging vanmiddag. Je zou aan de vorst niet zeggen dat de bevolking zo arm is. Hij is nou eenmaal de vorst. Onzin, Verbrugge, hij is een ambtenaar, net zoals wij, met dezelfde plichten. En houdt u zich eraan? Er heerst hier rust, meneer Havelaar. En dat dient vooral zo te blijven. Onze rijtuigen wachten, meneer de assistent-resident. U valt de grote eer te beurt om zijn hoogheid gezelschap te houden. En mijn vrouw? Ik zal uw vrouw graag begeleiden. Mevrouw. Excellentie,
Ik heb de schrijver gesproken van de Adipati. Ik heb de rapporten gezien. Er heerst hier een rustige rust, al is men arm. Ik ben blij dat de bevolking zo arm is. Dan is het tenminste werk aan de winkel. En ik ben blij dat ik in u zo'n echte Hollandse geest bespeur. Ik denk heus aan de armen hoor, want denken kost geen geld. En daarom weet ik er ook zoveel van. Ik denk wel eens zo 's avonds als mijn kas is nageteld. Klopt altijd volgens plan. Goed dat er armo, goed dat er armo, goed dat er armo is. Het is bizar hoe men altijd armo ziet als een hindernis. Wie arm is moet maar werken, want dat zie je maar aan mij. Ik werk en daarom ben ik dus niet arm. Drukt God niet zo zijn stempel op de hele maatschappij? Mijn jas zit lekker warm. Dus goed dat de armo, goed dat de armo de luie mensheid slaat. Het is de warhoed, de harde warhoed. Het misverstand ontstaat. Dat weerrijk is en tevreden is uitgegleden in het aardse slij. Kijk wie maar wit wie ontvangt. Dus in kruisstikjes hangt. Heel bedankt, wij zijn rijk. In Spreuken 13 staat het toch, de armoe is voor hem. Die tucht slaat in de wind, zo zie je maar. Gelukkig niet voor mij, omdat ik de Bijbel zo goed ken. Ik word geen bedelaar. Goed dat de armo, goed dat de armo het kleine volk regeert. Waar ik kom, waar hoor. Waarom nou armo? Dat plebs een lesje leert. Ik zal mijn jongste bediende, die Stern, alles wat ik voor mijn boek kan gebruiken, laten uitsorteren. Waarom laat u hem dat boek niet schrijven? Dat is toch hetzelfde, nietwaar? Maar lieve, die Stern is toch een Duitser? Hij is hier pas een jaar. Welke Duitser heeft meer dan een jaar nodig om zich hier thuis te voelen? Ik laat hem alle koffiepassages kopiëren. Maar die Sjaalman, die blijft toch de schrijver? O ja? Als iemand die in dienst is van je vader iets kopieert, dan is papa de schrijver, liefje. En die Havelaar geef ik wel een baantje op mijn kantoor. Dan wordt hij dik beloond voor zijn diensten. Want heeft hij zelf niet gezegd? Goed dat er armoe is, want dan is er werk. Aan de winkel. Oh Frits, je moet zondag op de krans bij de Rozenmeisjes voorlezen over die buffels. Wat een gezeur over buffels. Die worden afgenomen. Kijk hoe de heer mij heeft beloond. Hè? En heb ik een buffel. Jullie hoeven mij niet zo aan te kijken, kinderen. Want wie rijk is en wel tevreden, staat tot op heden heus aan de top. De perfect. Gewezen. Wat staat er deze in het boekje op? Er staat... Als je op de mesthoppaar blijft zitten waar je zit, dan zak je maar steeds verder in de trein. Maar wie op zijn knieën gaat en tot de Heere bidt, die gaat het niet zo gek. Zo drijf je boven. Je moet geloven. Zo krijg je brood en vis. De wonderbare spijziging brengt hier in dus geen wijziging. Armo! Goed dat er armo is. Frits, breng dit naar de jonge Stern. Aanstonds zou de beëdiging plaatsvinden. Tine legt het gala-uniform klaar voor haar man. Tine, schiet al een beetje op. Zij wil ik elk moment hier zijn. Ik ben ook moe van de reis, ja. Max. Waarom kan die plechtigheid niet morgen? Omdat ik vanaf vandaag assistent-resident moet zijn. Zo'n gala-uniform bestaat uit wel 20 stukken, Max. Het is 20 keer heen en weer lopen. Hmm. Waarom laat je de jongens niet helpen? Omdat de jongens mij niet in mijn onderbroek hoeft te zien. Dat ondermijnt mijn gezag. Nou, dat ligt dan heus aan jou. Ja. Of aan je onderbroek. En trouwens, dat is geen onderbroek. Nee. Dat is een bangmaker. Je bent zenuwachtig, Max Havelaar. Ja, van jou, ja.
En vrouwen met een bottentong vind ik ook zo erg. Dat vind ik geen leuk grapje. Nou, vergeet jij mijn degen allemaal niet. Die is belangrijker dan ik. Waarom? Jij hangt toch ook aan me? Touché. Ik hou van je. Ja. Zoals niemand van je gehouden heeft. Ik zie het verschil met die tientallen anderen niet. Ah, pestkop. Voor wij trouwden, zei je dat je zo af met me was. Ja, dat was ik ook. Ja, zie je wel. Voor we trouwden. Tine? Mm-hmm. Boeba, ja. Nee hoor. Ik heb gewacht tot de juiste man in mijn leven kwam. Ja? Je bent lief. En intussen ben ik met jou getrouwd. Tine? Ja? Ik heb alles van je geleerd. Oh ja, regelmatigheid en doorzettingsvermogen. En besluitvaardigheid. Ach. Al die voortreffelijke eigenschappen. Die ik niet nodig zou hebben gehad als ik alleen was gebleven. Bruut. Ik ga terug naar mijn moeder. Tine? Dat is een stuk beter dan dat ze hier komt. Dit is het geluk en ik heb gelijk. Dit is wat me leek. En nou is het eigenlijk zo. Excellentie, Verbrugge. Goedemiddag, mevrouw en meneer Havelaar. Ik zie dat u volkomen bent voorbereid op het plechtige moment van uw beëdiging. Nou, ik mag mijn vrouw meenemen, dus waarom zou ik dat niet dansen doen? Ik houd niet van dansen. Dat zeggen alle mensen die dat niet kunnen. Tine. En u hebt gelijk, excellentie. Het zou mijn gezag ondermijnen. Ja, u zou gewoon in uw het, in uw hoedanigheid worden aangetast. Excuseert u mij, excellentie. Ik moet ook mijn gala-uniform nog aantrekken. Dit is een vrolijk moment, meneer. Als Tine zo blijft, wel ja. Maar ook een plechtig moment. U wordt straks een hoge ambtenaar. Als je dat maar begrijpt. Ik zal je hard nodig hebben, Verbrugge. Dat hoop ik, meneer. Hoge ambtenaren kunnen gemakkelijk op hun kantoor worden gemist, omdat niemand dat merkt. Er wordt op ons gewacht, meneer. De Adipati is er al en alle hoofden van Lebak. En meneer Slijmering is een ongeduldig man. Nog hogere ambtenaren weten voor elke oplossing een moeilijkheid. Hoezo? Nou, ik ben hier nu in Lebak. Dat lijkt mij de oplossing. Maar hij was er eerder. Ja, dat is de moeilijkheid. Bent u zover? Meneer Havelaar. In gevolg het besluit van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië... bekrachtigd door zijn majesteit Willem III bij de gratie Gods koning der Nederlanden... prins van Oranje-Nassau, groothertog van Luxemburg enzovoort enzovoort enzovoort... bent u aangesteld tot assistent-resident van de afdeling Bantam-Kidul, oftewel Zuid-Bantam. U bent gehouden aan uw eed... dat gij om tot het ambt van assistent-resident te worden benoemd of bevorderd... niemand iets beloofd of geven zal. Dat u gehouw en getrouw zal zijn aan zijn majesteit de koning der Nederlanden. Gehoorzaam aan zijn majesteits vertegenwoordiger van de Indische gewesten. Dat gestiptelijk zal opvolgen en doen opvolgen... de wetten en bepalingen die gegeven zijn en gegeven zullen worden... en dat ge zich in alles zult gedragen... zoals een goed assistent-resident betaamt. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. En ik zal de inlandse bevolking beschermen tegen uitzuiging en onderdrukking. Dat staat niet in het formulier, meneer de assistent-resident. Nee, maar dat is wel de bedoeling, excellentie. Ik wens je geluk, lieve. Ik wens ons geluk. Mijn geluk wensen, meneer Havelaar. Excellentie. Brie slamat, tuan assistent-resident. Subakasi sudaradi. Meneer de Adipati heeft de goedheid gehad mij te noden voor het noenmaal te zijn in huizen. Oh ja, bij hem thuis. Dus u gaat weg. Alleen als u mij dat toestaat, lieve mevrouw. Graag.
Pardon? Mevrouw, mijn echtgenote zou uw excellentie niet gaarne willen beletten uws weegs te gaan. Ik groet u allen zeer. Van harte, meneer. Dank je. U moet de hoofde van Lebak verlof geven om te vertrekken nu de plechtigheid is afgelopen. Nee, ik heb ze nog wat te zeggen. Want ik meende dat van die uitzuiging en onderdrukking. Tumanku, Raden de Man. Yang Selek Dia, Raden Jaksa. Raden, Raden, Mantri Mantri. Serta Sekalian, Kepala Kepala Tide Ereband en Kedul, Trima Salam Saya. Heren, het was erg gastvrij van mijn man om u uit te nodigen voor het diner. Maar ik ben bang dat ik niets in huis heb. Oh, maken we satéetjes van mijn viool. Wacht, ik kan misschien een omelet sucré maken. Als ik eieren had en suiker. Zal ik wat gaan lenen bij mevrouw Slotering? Ze woont verslot op uw erf. Ach nee, ik heb nog geen kennis gemaakt. Kunt u echt viool spelen? Ja, ik heb hem niet zomaar meegenomen. Dat geldt alleen voor zijn sabel. Kunt u echt vechten? Ik speelde als kind al. Ja, ik ook. Op de grond. Tine, nee, niks zeggen. Ik weet dat je het weet, maar ik heb een verrassing voor het diner. Abba. Kijk eens. Een cadeautje van de Jaksa. Zuurkool. Echte. In blikconserven uit Holland, dat kan. Zuurkool. Ja, meneer, dat klinkt als een sonate. Dit is winter in blik. Ze eten daar kennelijk echte zuurkool. Dat is andere koffie. En wat praten we anders over in de tropen? Over zuurkool met worst of draadjesvlees. Of over hutspot. Haring, kerstgezangen, je verlangt naar de gewoonste dingen. Lum op een pisangblad op straat van een Chinees. Of verse zuurkool uit het vat met worst en draadjesvlees. Nou, ik weet wat ik zou kiezen. Zuurkool, maar dan moet het wel gaan vriezen. Op 3 oktober leid je als je overlijden leest. En het spot de haring van het staartje happen bij een kaar. Of kerstmis bij de open haard en met een echte spa. Natte neus en koude wangen. Oh, wat kan ik daar soms naar verlangen. Als ik denk aan Holland schiet ik vol, want al is het waar. Krak in de haard. Met een hapje warme bollen. Het ruikt hier naar spruitjes, nou het is mij best. Oh, ik kan zo vaak verlangen naar witte vlokken en naar kerstgezangen. Waarom had ik lang geleden dan toch zo de pest aan mist en mest? Eens weer een even zwaaien op het gladde ijs. Nederland is wit en zwart met 1000 tinten grijs. Vogelvoeder opgehangen, oh wat kan ik daar soms naar verlangen. Als het koek en sopie open is, is het altijd prijs. Hete adem. Nieuwe haring van het staartje happen bij een kar. Kerstmis bij de open haard met een echte schaar. Even zwaaien op het vlugde kruis. Dan is het vlugde zon. En het vader weer de kerstnacht vlugde. Het sneeuw maakt de wereld. Zo werd ik voort. Zo werd ik voort. Hoort de bloem. Met zo'n sijsjes ogen. Ja, een haring, nieuwe haring. Oh, wat kan ik daar soms naar verlangen? Wintertenen vlak na zonnebrand. Nederland, Nederland. Lumper op een pisangblad op straat van een Chinees. Oh, verse zuurkool uit het vat met worst en draadjes vlees. En dan 14 graden vriezen. Nou, ik weet wel wat of ik zou kiezen. Verse zuurkool is ook verse zuurkool is ook overheerlijk. Verse zuurkool is ook overheerlijk. Zou het wel zo. Zou het wel.
Sonja. Toe aan toe aan, mag ik iets aan makkaan? Makkaan? We hebben zuurkool. Fritsje, eten. We hebben zuurkool. Zuurkool? Gadverdamme. Ik vind het nog steeds angstig. Zo snel als het hier in Indië nacht wordt. Ja, dat is met een kwartier bekeken. Maar in Holland is het altijd donker, moet je maar denken. Hé. Zijn we eigenlijk met z'n tweetjes? Hè? De nieuwe assistent-resident van de bak. En zijn mooie vrouw Tine. De volgende keer dat we zuurkool kunnen eten is als jij gouverneur-generaal bent. Ja. Welterusten. Nog hartelijk bedankt. Stikkerbon op de achtergalerij, zal mijn paard verzorgen. Ja, welterusten, welterusten. Morgen. Vindt u het niet gevaarlijk? Rijden in het donker. Ach, mevrouw, ik ken elke boom, elke steen en elke java. Welterusten. Ah, tot morgen. Slabat Jala. Slabat Tidur. Eindelijk rust. Maar Apatjadi. Zijn we over Tunja? Tunja, slaap ik toe. Die lachen mijn pijab lekker aan jou. Die lachen maar zo. Ik die kippen verkopen, slaap ik toe, signor. Ik kan moeilijk. Ik ben een kubitje rakkelen die tussen Kali en Toen assistent resident. Sugo, 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 maar sugo, maar sugo. Mevrouw Slotering? U bent toch mevrouw Slotering? Ach, komt u even bij me zitten. Doe Doekla. Di sini itu berbahagia bagi anda. Betul. Itu senyum yang menjikam diri si belakang pohon. Gaat u even zitten. Doe Doekla. Zo, dat is beter. Ik ben mevrouw Havelaar. We hebben nog geen kennis gemaakt. Het is gevaarlijk, die Sini Barbahadja, mijn man. U bent overstuur. Het is voor u ook een moeilijke dag geweest. Mijn man en ik vinden het fijn dat u bij ons op het erf blijft wonen. U hebt hier zoveel herinneringen. U hebt 5 kindertjes? Bijna 6. Oh, wat zult u het druk hebben. En hebt u een kokkie? Niet meer. Ik heb een kleine dappoer. Nou, maar kookt u dan toch in mijn dappoer? Mijn keuken is groot genoeg en mijn man moet zo vaak uit eten. Ach, kom morgenavond. Dan dineert Max bij de vorst om hem beter te leren kennen. Eten bij de Adipati? Die Dalam Kraton? Zeg hem... Hij moet niet doen. Ik kan de vorst niet bevelen. Dit is Indië, Njonja. Waarom bewaakt u zo streng het erf? Adoe, het zoveel slecht volk, ja? Ja, slechte mensen heb je overal. En als u zo optreedt, zullen de goeie ook nog wegblijven. Tjange Minangis. Doe nou, waarom huilt u nou zo? Mijn man. Hij is vermoord. Wat? De voorganger van mijn man? In het huis van het districthoofd van Parangkutjang. Hij wilde rechtvaardig zijn, mevrouw Havelaar. Hij wilde een einde maken aan de mishandeling van de bevolking. Mijn man sprak telkens met resident Slijmering. Maar sia, sia, de resident wilde de Adipati niet aanklagen. Maar het volk moet zonder betaling voor hem werken en hij rooft alle buffels. En wordt daar niets aan gedaan? Klagers worden mishandeld. Er zijn zoveel lijken gevonden in de Kali. Mijn man dreigde naar de gouverneur-generaal te gaan. Daarom stierf hij. Ik hoorde dat uw man leed aan een leveraandoening. Hij was altijd goed gezond. Ze hebben hem vergiftigd.
Hebt u de dokter verteld wat u dacht? Nee. In mijn toestand, ik ben bang voor wraak. En ik kan zo niet weg hier. Uw man, mevrouw Havelaar, hij heeft de hoofden van Lebak toegesproken. Hij wil zich ook verzetten tegen knevelarij en uitbuiting. Dat heeft hij beloofd, ja. Onder ede. Mijn god, ik ben opeens zo bang. Ik wil u niet angstig maken. Niet angstig. Daarom bewaak ik uw erf, zodat vreemden niet kunnen binnendringen in uw keuken. Gevaarlijk. Wat is er? Slammetie doen, Njonja. Sloot er in jouw voorganger. Ze hebben hem vermoord. Rustig. Vergiftigd. Rustig. Mijn keuken nou. Is niet meer veilig. Jij gaat niet eten bij de Adipati. Rustig, nou. Laat je toch niet meteen zo overstuur. Ik heb ook verhalen gehoord. Ik zoek alles uit. Ik neem vannacht het dossier van Slotering nog door. Maar er is nu een geval van buffelroof door de schoonzoon van de Adipati. Maar ik ben bang, een kleine Max. Tinnekeetje, ik ben er echt. Als jij ooit gouverneur-generaal wordt... Dan zal ik nu weer het werk moeten. Njonja? Lampoe, lampoe? Ja. Loop je zo alleen op straat, schat? Is dat niet gevaarlijk? Kom erbij, mooi schat, en schuiven voor 10 stuiven. 10 stuiven, schatje, kom maar bij mij. Ik ken het voor 2 kwartjes. Frits, ga naar huis. Ik vind het verder wel, dit moet een lange Leidse dwarsstraat zijn. Maar u weet niet precies waar die Havelaar woont. Maar het zal wel niet in een riant herenhuis zijn. Volgens mij zijn hier alleen maar riante dameshuizen. Nummer 24, ik vind het verder wel. Ik vind die sjaalman wel. Hey, lekker blondje, en ik ben toevallig nummer 24. Frits, naar huis. Ik trotseer de gevaren alleen. Zeg tegen je moeder dat ik kom. Komt na, ja. Prostitutie in het huwelijk. Wacht, zoek je Havelaar, die woont hier, 3 hoog 8. Juist, ja, ik verlang naar Havelaar. Ja, ben je er zo, hé. Wat moet dat maat? Ik ben je maat niet. Je hebt me maat. Ik ben makelaar. Ik ben een duikelaar. Mooi, ja, het is bond. En wij zien blauw. Dat wil jij soms niet. Durf je niet. Mag je niet. Doet hij het niet? Ik zoek nummer 24. Ik ben nummer 1. En ik ben nummer 2. Ik ben nummer 3. En zij is nummer 4. Als je naar 4 deelt op 24, dan mag je met hun 4 6 keer. Mooie, mooie meiden werken als een paard. Liggen in de markt, je gulden is een dollarwaard. Mooie, mooie meiden, klop je in mijn hok. En na 5 minuten hangt je vlag al alle sok. Papa, stap maar uit je interlok. Goedenavond, juffrouw. Mevrouw. Ik ben mevrouw Havelaar. Goedenavond, mevrouw. Ik ben maar doorgelopen. Dit is toch nummer 24? Ik zoek een sjaalman. Een man die zich kleedt in een sjaal, omdat hij geen bontjas heeft. Hij heeft mij een pak manuscripten gegeven. In ruil daarvoor kom ik hem een baan aanbieden op mijn kantoor. Ik ben een christenmans. Mijn man is niet thuis. Zo. Oda katjang, yang di sayang, suda pergi jauh, sudan. Dudukla. Mevrouw, ik zie geen reden om meteen te schelden. Dudukla betekent ga zitten in het Maleis. O, juist, ja. Als u op mijn man wilt wachten. Hij is niet thuis. Dat ziet u. We hebben maar 1 kamer. Mijn man is op zoek naar een baantje. Hij is ontslagen uit zijn vorige betrekking. Dat heb ik vernomen, ja. In Indië was hij assistent-resident in Lebak. Dat ontslag heeft hij toen genomen. En hier in Amsterdam komt hij moeilijk aan de slag. Hij is vaak ziek. Vaak ziek?
Juist, ja. In Psalm 41 staat: de Heere steunt hem op het ziekbed. Dus kan ik maar beter opstappen. Goedenavond, mevrouw. Compliment aan meneer. Hé, daar is hem weer. Hij heeft er boven bot gevangen. Mooie, mooie meid is overlijdelijk. En voor elke vent present een guldentje. Maar er zijn tirannen, wat een flinke vent. Loopt de hoop, want hoe goed ook kan hier worden verwend. Uitgebuit, oh mijn kaart. Uitgebuit, een fluitje voor een cent. Mooie meiden, thuis of hier op straat. Allemaal hetzelfde, meiden, heb je uit de naad. Heb je het in je Bijbel niet zien staan? Wat aan de minste doet, hebt gij aan mij gedaan? Waarom zouden haasten we naar huis en al de orgieën op de knieën voor het kruis? Mooie, mooie meiden met een lekkere kont, die weten er is heus geen bond. Zonder luis. Sluitzie, dank u zeer. Ik heb weinig tijd, meneer Havelaar. Ik ben op inspectiereis. Dat komt dan goed uit. Er is heel wat te inspecteren, dacht ik zo. Hier. Hier is het rustig. Ik heb een klager gehad, excellentie. Ach, wat klagers. Javanen hebben alleen maar recht van spreken wanneer ze hun mond houden. Er is hier corruptie. U noemt het corruptie, ik noem het gewoonterecht. Awad. U moet nog veel leren, meneer Havelaar. Overal in de wereld telt nee heb je en ja kun je kopen. Meneer de resident. Je stoort, Verbrugge. Ik heb hier het geld voor Adipati. Meneer Havelaar gaat straks met hem dineren. Leg me neer. U weet dat dit niet is toegestaan, meneer Havelaar. Je bent toch een echte ambtenaar, Verbrugge. Altijd bezig met het malen van de molens. Ik keur die verantwoording ongezien goed. De Adipati heeft het geld nodig. Er wordt hier in Lebak veel gruwelijker misbruik gemaakt van gezag. Tijdens mijn inspectiereis niets van gebleken. Nou, daar heb je stront in uw ogen. Dit heb ik niet gehoord, Havelaar. En ook nog stront in uw ogen. Havelaar! Er zijn geen onregelmatigheden aan het hof van de Adipati. De oude vorst heeft niet lang meer te leven. En ik weet dat hij veel geld uitgeeft aan allerlei geestelijke die pelgrimsreizen voor maken. En daarom is die man zo arm en daarom berst hij de bevolking uit. Ik heb de staten gezien en cijfers liegen niet. Maar leugenaars kunnen wel cijferen, meneer de resident. Ik ga toch niet zomaar eten met Adipati. Neemt u mijn advies ter harte. Met een volle mond praat men niet. Excellentie. Dit onderhoud is beëindigd. U gaat af op gekonkel van enkele Javanen die naar een hap rijst hebben verdiend door de klapperboom liggen te snurken. Er zijn geen onregelmatigheden, meneer Havelaar. En dat kunt u bewijzen. Ja, want ik zeg het. Lammeling. Meneer Havelaar, ik verwacht... Dat was tegen mij, meneer. Over onregelmatigheden gesproken. Ik heb zo even met eigen ogen gezien dat de heer Verbrugge geld gaf voor de Adipati. Terwijl de verantwoording nog niet is goedgekeurd. Ik onthoud dit. Waar een inspectiereis al niet goed voor is. Wat een schoft. Laat toch gaan. Ik laat hier niks meer gaan. Wilt u even tekenen voor het geld, meneer? Als de verantwoording niet klopt, leg ik het verschil er zelf al bij. Dan mag u wel een traktementsverhoging aanvragen en slijmering ziet u aankomen. U ziet er moe uit, meneer. Dat komt door Tine. Ze is erg nerveus. Ze maakt me elke nacht wel 10 keer wakker omdat ze iets hoort, bang voor insluipers en zo. Javaanse insluipers maken geen lawaai. Dat heb ik er ook gezegd. Maar nu maakt ze me elke nacht 10 keer wakker omdat ze niks hoort. En ze is bang dat wij vergiftigd worden. Dat diner straks. Onzin, Verbrugge. Ze zullen heus geen gemalen glas door de reis doen. Geen glas. Ik ga toch. Er is heel wat te bespreken, dacht ik zo. Ja, meneer. En het is waar dat er hier in Lebak misbruik wordt gemaakt van gezag. Ik weet dat en jij weet dat ook. Ik weet het, meneer. Maar jij laat het voor wat het is. En jij bent net zo dubbel. Jij denkt en je doet zoals alle ambtenaren hier. Jullie maken er met z'n allen een rotzootje van. Er zijn nou eenmaal gewoonten waarin we rekening dienen te houden. De Adat. Pas toch met je Adat! De Adat!
Een enorm vloerkleed waaronder je alles wegveegt. Weg, niks meer te zien. Adipati heeft de bevolking opgeroepen om zijn sawas te bewerken zonder betaling, wist je dat? Nee. Had je moeten weten. Als controleur. Ik wist het. Hier. Dit zijn de nieuwe maandstaten van alle districten. Zijn die opgaven juist? Ik heb ze nog niet gezien, meneer. Ik ook niet, Verbrugge. Zijn de opgaven van de vorige maand juist? Die waren vals. De vorige maand is er 3 keer zoveel volk opgeroepen om voor de Adipati te werken als de bepalingen toelaten. Daarvan is in de opgave niks meer terug te vinden, is dat waar of niet? En deze nieuwe opgaven zijn ook vals. Want de Adipati heeft alleen maar zijn traktement. Hij laat de moskee bouwen, de man heeft geld nodig. En dan dat zootje, die familie van hem, ooms en neven, die hier in de bak niet eens thuis horen. En zijn schoonzoon, de man. Ze zwemmen als een plunderbend om die oude man heen en ze persen hem geld af, is dat waar of niet? En als de Adipati niks meer heeft, dan persen ze dat de bevolking af, is dat waar of niet? Het is waar. Ik duld geen onrecht, Hans Verbrugge. Ik laat het niet gaan. Ik heb niet mijn 2 vingers in de lucht gestoken om te voelen waar de wind waait. Ik heb een eed afgelegd. En mijn god, ik zal me daar aan houden. Ik ben blij om met u te mogen werken, meneer. Werk dan. En ik heb maling. Aan de hoge tevredenheid van zijn majesteitsregering, want ik ben niet tevreden. En als ik niet tevreden ben, dan ben jij ook niet tevreden. Heb je dat goed begrepen? Ik begrijp het, meneer. Heer de Vanschut. Dat is van Wijlen uw voorganger. Dat zijn kladnota's van Sloterdijk. Over het misbruik dat door de vorsten van de bevolking wordt gemaakt. Slotering had initiatief. Maar meneer Slotering werd wel... Wat werd hij wel? Hij ging te vroeg dood. Ach. En jij niet. Alles wat Slotering beweerde werd door de Adipati gewoon ontkend. En dat was dat. Ik heb alles gelezen. Wanneer dan? Vannacht, Verbrugge, vannacht. Ik zei je toch dat Tien hem uit de slaap hield. Lees dit door, ik wil morgen rapport. Maar het is bijna avond, op een avond meneer. Valt een nacht, Verbrugge. Ik werk. En jij werkt dus ook. Of ga jij liever in mijn plaats eten met de Adipati? Nee, meneer. Meneer, een vorst klaag je niet zo gauw aan. Nee. Maar ik ga met hem eten. En ik zal hem de onmenselijkheid en de onwettigheid van zijn gedrag onder ogen brengen. Dag, Verbrugge. Aardige man, de controleur. Ja. Hadden jullie ruzie? Nee. Bevalt hij je niet? Ja. Wat is er dan? Niks. Het bevalt me uitstekend. Hij heeft alle papieren op mijn bureau door elkaar gegooid, dus ik kan hem absoluut niet meer missen. Nou, misschien heeft hij zoveel alles in eigen plaats. Ja. Maar ik kan die plaats nooit terugvinden. Dat was een grapje. Ah. Met jou is er wel wat? Iedereen loopt hier een huis rond met een spoel van oude lappen. Ja, jij vindt dat graag. Ja, dan word ik doodmoe van. Ik ben het enige zonnetje in huis hier. Nee, ik moet jubelen als jij gaat eten bij een moordenaar, bij een gifmenger. Ja. Terwijl je een vrouw hebt en een jongetje van 4. Jungles! Staat die handen te klappen van vreugde, dat hoor ik al. Ach, ja. Help meneer met klik. Dat kan jij toch doen? Ik werk er niet aan mee. Weet jij wat het echte vergif zit, Tine? Weet dat net van Slotering? Slaap het mannen, mannen. Slamat malam, toen assistent-resident. Isaka amat manolong saya sebentar. Ten olle me pakken. Tentu saja, toen. Zou Tine gelijk hebben? Apa, toen. Tida. Kamu tida mengerti saya. En ik kan je moeilijk in het Hollands zeggen dat ik niet goed durf, jongen. Maar af, Tuan.
U bent gehouden aan uw eed. Om zich aan alles te gedragen. Zoals een goed assistent-resident betaamt. Zo waar ik. Help mij. God almachtig. En wie ben je dan, man? En wat ben je dan niet meer dan loze woorden, denkend aan je achterban, volgens schema, volgens plan. En opeens je kotst ervan, slaan de vlammen in de pan, en er is niemand die je kan zeggen hoe het moet. Uit kan leggen hoe het dan moet. Die je zegt vooruit, man, je duikt in het diepe, omdat dat maar is goed. Zwem op eigen kracht. Heb nou eens de moed en de kracht. Voer je leven op eens gebruik en principes worden al te dikwijls verkracht. Ik begrijp niet waar je op wacht, want met de woorden wordt er nooit iets bereikt. Compromissen, jawel. En wat uitstel, jawel. Alles lijkt wel opgelost, maar het blijkt toch een kankergezwel dat zich uitzaait. Nergens voorwijkt, waaraan je toch bezwijkt. Wat je er ook aan doet. Want meneer, je moet eindelijk eens doen wat je moet. Als je los wil komen, dan moet je in het diepe. Anders blijf je voorgoed een verloren kans. Uit je evenwicht, uit balans. Pak één keer die kans om jezelf te verdiepen. Spring en zwem. Luister naar je eigen stem. Want met de woorden wordt er nooit iets bereikt. Maar wat binnenin praat, is de stem van jezelf. Als je één keer durft en jezelf niet ontwijkt en jezelf herijkt, is dat wel behelpt. En zwem je op eigen kracht. Ken je eigen macht. Zeggen wat je moet. Weten wat je doet. Heb nou eens de moed. Durf het. En je doet wat je doen moet. Eén keer. Dat was wederom een mooie preek van u, dominee. Preken is niet alleen de leer uitdragen, maar ook zichzelf geven in liefde. Laten we preken. Frits! En uw preek bevatte zoveel nieuws, dominee. Zelfs ik wist niet dat wij 30 miljoen gewonnen hebben op producten ons door die arme zwarte Indische heidenen geleverd. Dominee, hebt u misschien lust om het middagmaal bij ons te gebruiken? De droogstoppers komen ook en daarna hebben we krant. Mag ik raden wat we eten? Haringsla. Uw lievelingsgerecht. En als u dan na de krant bij ons wilt dineren. Mag ik raden wat we eten? Runderlapjes met rode kool. Dit is een gezegende zondag. Ja, zeg dat wel, 30 miljoen.
mijn lieve echtgenoot. Mijn allerliefste vrouw. Dit land is keurig aangeharkt en keurig in de bouw. En kijk, 30 miljoen. Door God, vrucht en fatsoen. En de Javaan die draagt maar aan, wij hoeven niets te doen. Dat mot, dat mot, dat mot, dat mot. Die schone Belgen vallen, wij zijn geen heidenen. En dat is niet toevallig, wij bereiden hem. Het is schone Belgen vallen, het gaat om geld en goed. Die heidenen zijn malig, wij zijn wel doorvoed. Een lot, een lot, een lot, maar trots, wij volgen zijn gebod. Gelukkig zijn wij anders, want dan ben ik een Christus. Gelukkig Nederlanders, gelukkig Christen. Gelukkig zijn wij anders, want dan ben ik een Christus. Gelukkig Nederlanders, gelukkig Christen. Een volk van correctanten, een volk van medestanders. Een volk van protestanten, een volk van Nederlanders. Een volk van correctanten, een volk van medestanders. Een volk van protestanten, een volk van Nederlanders. Mijn lieve echtgenoot, mijn allerliefste vrouw. Neem ons gezegend Nederland nu eens in ogenschouw. De wereld is zo ziek, maar wat is nu uniek? Wij zijn gezond, dus ziek, wij mond, wij zijn niet katholiek. Dus God, 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 dus God. Is met de Nederlanden en wij zijn Nederlands. Veilig in Godes handen, wij zijn protestants. Dus roepen wij voltallig, wij hebben overbroed. Dus wel doorvoed, per slot, per slot, per slot, is God op Nederland verzocht. Dat we dat dat doet, die bedijden, dat we dat dat doet, die bedijden, dat we dat dat doet, die bedijden, dat we doen, die bedijden. Wat jammer toch, dominee? Dat wij dadelijk worden geconfronteerd met een Roomse dienstbode. Ach, dominee. Met een hele kopje koffie komt u vast weer op verhaal. Een heidens kopje koffie. Ja. Maar met room van christelijke koeien, daar gaat het maar om. Wordt er straks nog voorgelezen. Na de haringsla. Ja, ik lees voor uit de manuscripten van Sjaalman. Prostitutie wij gaan straks eens fijn, heel fijn... Praat over de preek van dominee. 30 miljoen. Vader, Stern las in de manuscripten dat er honger is op Java. Kindje, 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 dat is Gods wil. Maria! De haringsla staat al klaar, mevrouw. En vla als dessert. Laat af! Die hang ik zelf wel op. Roomse dienstbode, zeg. Gif, dat is het. Gelukkig heet dominee ook van de haringsalade. Mijn lieve echtgenoot, kom luister naar je vrouw. Wij worden niet vergiftigd, want wij zijn de Heere trouw. O Heer, wij danken u, bij ons op het menu. Sarunder, lappen, rode kool en aardappels met jus. Want u, want u, want u, want u. Want u geeft ons nog heden ons dagelijkse brood. Dus niet om rijst te weden, want dat wordt je dood. Kom, uit de jassen en aan tafel. Misschien is het zwartgallig, een zwartje is een skelet. Dat schode welgevallig, wij zijn moddervet. Maar haring sla en vla daarna. Frits, eten! Dan denk ik gatsiba.
Meneer Adipati, ik heb genoten van de heerlijke maaltijd. En van de prachtige dansen. Beide uitingen van de meest verfijnde kunst die Java te bieden heeft. Mogen u wel bekomen, oudere broeder. Maar u hebt de meisjes nauwelijks bekeken. Ik ben getrouwd, meneer Adipati. En van de maaltijd hebt u alleen die gerechten gegeten die u kent? Ik ben voorzichtig, soldaat Ade. Al te heet kan ik niet verdragen. De Javaanse keuken is mild. Net als de Javanen. En als hun vorst. Meneer de assistent-resident, mag ik u vragen, kan ik beschikken over de renten die ik nog te goed heb? U weet dat u er pas over kunt beschikken als uw verantwoording is goedgekeurd. Maar ik wil mijn jongere broeder ter wille zijn. Prima, Cassie. Hoe kan ik mijn oudere broeder nog een genoegen doen? Onze meisjes zijn zo mooi. U kunt mij een genoegen doen door aan mijn kant te staan, meneer de Adipati. U hebt gehoord wat ik heb gelezen uit de rapporten. Ik duld geen onrecht. Maar ik weet zeker dat u mij zult willen helpen om misbruik van de bevolking tegen te gaan. Ik dank u voor het geld. En voor uw goede raad. Mag ik u tot slot een bijzonder dessert aanbieden? Dat is heel vriendelijk van u, meneer Adipati. Maar ik ben zeer voldaan. Onze vruchten zijn niet door alle Europeanen gekend. Zij hebben geheimen. Zij verzadigen niet, maar wekken juist de eetlust op. Over een half uur zal het zijn, alsof u niet gegeten hebt. Het smaakt voortreffelijk. Het zal u goed bekomen, oudere broeder. U bent opeens zo zwijgzaam, meneer de assistent-resident. Soms zijn woorden niet volledig toereikend om uit te drukken wat men voelt, meneer Adipati. En zwijgen is goud, zoals onze prins van Oranje al zei. Voor dat argument moet u gevoelig zijn. Wij zeggen altijd, het oudste goud is de zon. Zouden onze sawa's zo vruchtbaar kunnen zijn zonder de zon? En zonder de mensen die ze voor u bewerken. Goud, meneer de Adipati, is het slijk der aarde. En daarom modderen wij zo. Zal ik meneer de assistent-resident ongelijk geven? U bent zelf een prins, nietwaar? Ik wou me dat het woord principe van uw titel was afgeleid. De Javanen zeggen niet altijd wat wij denken. Dat weet ik. Maar wij overdenken wel wat wij zeggen. Alles draait om goud. In de wereld draait het om goud. Maar wie beseft dat goud goed beschouwd en vergift is? En die zeeën van goud dragen wel je boot. De grootste of de nietigste boot. Varend naar een toekomst van goud, maar een klif is onder water groter dan groot. Een gouden toekomst of
gouden dood. De wereld draait om goud. Alleen het geld, dat geld en alles blinkt. De wereld draait om goud. Het kan niet schelen of het stinkt. Het stinkt, het stinkt. Een gouden sleutel past. Per slot op ieder slot, dat gaat nooit fout. En het is waardevast. De hele wereld draait om goud, om goud, om goud. Goud, bij karren vracht de toverkracht. Goud. Betekent goud en geld is macht. Maar het edelste metaal is toch een mens die van de mensen houdt. Hij krijgt het allemaal. Zijn hele wereld wordt van goud, van goud, van goud. De wereld draait om goud. Alleen het geld, dat geld en alles blinkt. De wereld draait om goud. Het kan niet schelen wat het stinkt. Het stinkt, het stinkt. Raak en brandvrije kast. Wie er niet vaakjes bij zit, heeft het koud. En het is waarde vast. De hele wereld draait om goud. En dan nu even 5 minuten pauze en daarna deel 2 van Max Havelaar. Sterren stralen deze winter bij de AVRO. Top amusement, betrouwbare informatie, uitstekende films. Wie is voor 1 avond de ster? Mies Bouwman overrompelt een leuke, aardige Nederlander. Jos is er ook deze winter met het programma waar heel Nederland voor thuis blijft, Wedden Dat. Is het mogelijk? Bloed, zweet en tranen. Sportsterren op hun best. Wie is de fitste, de taaiste, het meest allround? We zien het deze winter allemaal in de hooggewaardeerde AVRO Sportpanorama Specials. Sterren stralen deze winter bij de AVRO. De Dirtwater Dynasty is een 10-delige prachtige serie over een immigrant die in Australië een dynastie bouwt. Glitter en glamour, macht en intriges. Dat zijn de ingrediënten voor de miniserie Gloria Vanderbilt. Lachen kunt u blijven doen met Night Court. En in oktober pakken we de draad weer op van de vele malen bekroonde advocatenserie L.A. Law. Spannend wordt het in de ook weer nieuwe serie Alice to Nowhere. 2 mannen en een mooie verpleegster zorgen voor de nodige adembenemende momenten. Sterren stralen deze winter bij de AVRO. Ria Bremer, Karel van der Graaf, Pieter Varekamp en Kees van der Wel zorgen voor informatie in AVRO's televisie. En nieuw is Marijn de Koning die u wekelijks informeert over de gang van zaken op het Binnenhof. We blijven uw medewerking vragen bij Opsporing Verzocht. Zakelijk nieuws krijgt u in European Business Weekly. En Ria Bremer houdt ook het komend seizoen weer de vinger aan de pols in haar medisch programma. Dit keer uit het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En hebt u enig idee of de hand goed behandeld is na het ongeval? Ontdekt bij Kees van Drommelen op het concertpodium is menig jong talent een ster geworden. Is het kitsch of een echte Rembrandt? Wie droomt daar niet van? Kleine sterren voor kleine mensen. Ze zijn er deze winter elke maandag en donderdag tussen 6 en half 8. De Ghostbusters. Spoken verdwijnen waar de Ghostbusters verschijnen. Bijna iedereen kent hem al. Airwolf. De helikopter die sneller vliegt dan het geluid.
Wie versiert de mooiste beschuiten is de beste imitator. We blijven het zien in Wordt Vervolgd. Meneer de Uil is er en dat leuke hondje Foever. De kabouters van Rien Poortvliet zijn tot leven gebracht in een ontzettend leuke kabouterserie. Maak kennis met het kabouterland dat echt bestaat. En elke donderdag om 19:30 zegt hij dit. Zilverzacht. Sterren stralen deze winter bij de AVRO. Juweeltjes van recepten krijgt u elke maandag en donderdagmiddag. Bekend is het vakmanschap van Ria van Eindhoven. Nieuw is de Chinese keuken. Behalve Chinees koken leert u ook het land kennen. Mooi om te zien, lekker om te maken. Terug op de maandagmiddag is AVRO Service Salon met boeiende, leuke, lieve wetenswaardigheden. Sterren stralen deze winter bij de AVRO. Elke maandag om 20:30 een film met een ster. Meryl Streep straalt in oktober met Silkwood, waarin alles draait om radioactieve stoffen. The Seduction of Jill Tynan, de vrouw van een presidentskandidaat. Romantisch is ze in Falling in Love met Robert De Niro. En aangrijpend in Sophie's Choice. Films bekroond met een Oscar ziet u in november en december. Paul Newman en Robert Redford. Twee kleine oplichters die een grote slag proberen te slaan in The Sting. Spektakel in Spartacus met Kirk Douglas in de titelrol. Spartacus, aanvoerder van de slaven tegen de Romeinse onderdrukkers. Spraakmakend is de verfilming van het op waarheid gebaseerde verhaal The Killing Fields. Een Amerikaanse correspondent. De wolkenstoot kiest zee. En op een Nederlands reeg leidt alles in de portemonnee de sproost. Santé, men is tevreden, hier werd iets groots volbracht. En Marie de gordel van smaragd met haar pracht. En rijk op rijk bestaan, we mogen hier niet meer vandaan. Er staat hier duizend. Jaren na vandaag Nederland, dus met de gouden kraag in zijn linker. We raken jou niet kwijt, het blijft altijd een gouden tijd. Men is de vreed, zie hun gezicht van zo ras en beneden. De tempeling, zij zien de grimmen en zij grimmen staan. De vrijheid hier waar het staat en staat hier voor. Dat jullie in het kantoor zaten. Ik dacht dat wij een jongos hadden om de minuman te serveren. Ah, maar het is even voor me naar de Passabarou. Waarom? Dat kan Kokkie toch doen? Kokkie past op Maxje. En de baboe dan? Die snijdt het gras achter kort. Ja, maar waar hebben we dan een kebon voor? Ach. Wat dan? Ah. Dit is Indië, Max. De kebon is opgeroepen. Mm-hmm. Alle mannen moeten een dag werken op de kraton voor de Adipati. Dat is onmogelijk. Nou, misschien moet het gras van de Adipati ook wat korter. Hij geeft een groot feest ter ere van zijn schoonzoon, de man. Stappen Itu. Zij aan jullie bijtjaren zodat het toon assistent is. Appa. Zodat het maar zei, laki laki. Appa namakam. Afram toan. Dat is weer een klager. Dat is de vierde deze week, Sungu. Masuka Afram, masuka. Heerlijk, heerlijk. We hebben toch maar niets te klagen vanmiddag. Er staat dan nog geschreven in Psalm 55, vers 18. Des avonds klaag en kreun. Ja, want vanavond eet u bij de droogstoppels rode kop. Ah.
moeten wij onze vrolijkheid niet wat intomen op de dag des heren? Wij gaan voorlezen uit mijn boek. Vordert u met uw boek droogstoppel? En vraagt u dat maar aan mijn lieftallige jonge dochter. Stijn schrijft van alles over, mevrouw. Dus vorder ik. Hij heeft een verhaal gevonden over liefde. Frits? Frits, lees eens voor. Hey, ja, lees dat eens voor, Frits. Een verhaal over liefde? Waar dominee bij is? Ik ken alleen de liefde gods. Ik ook. Helaas. Heb jij die rommel meegenomen? Het gaat over buffels. Over die malle karbouwen. Die niet eens ordentelijke koeien zijn. Die komen in mijn boek niet voor. En dominee, zij samen wel niet reeds. Wat betekent het geloei van runderen? Hou je mond dan. Saïdja's vader had een buffel waarmee hij zijn veld bewerkte. Deze buffel werd hem afgenomen door het districtshoofd van Parangkutjang. Hij was zeer bedroefd. Vele dagen lang. Saïdja's vader nam nu een kris die Poussaka was van zijn vader en verkocht deze voor 24 gulden aan een Chinees. Voor dat geld kocht hij een nieuwe buffel. Afran vertelde mij het hele verhaal van Saïdja en Adinda. Weer buffel, Rob. Ja. En ook die karbouw werd afgenomen door de man. Saïdja's vader was arm. Hij had toch maar 2 zilveren klamboehaken die Poussaka waren van zijn vrouw en erfstuk. En die verkocht hij voor 18 gulden. Meneer, en voor... commandant, u klaar is er om u te spreken. Afram, Afram, Sinjok! En verdomme, ik had hem nodig als getuige. Getuigen worden de andere morgen gevonden in de Kali, meneer. Zegt u klaar dat hij wacht op de achtergalerij? Dit kan zo niet langer door. Kalmeer nou. Die nieuwe buffel. Daar was Saïdja erg aan gehecht en ook die werd afgenomen. Ach, het verhaal wordt wel eentonig. Saïdja's vader is gevlucht. Bang dat hij zijn landrente niet meer kon betalen. En hij had geen bezittingen meer om te verkopen voor een nieuwe buffel. De Adipati geeft een feest. Dat weet ik. Alle buffels worden geslacht. Saïdja's vader is weg. Zijn moeder is lang geleden gestorven van verdriet. Hij had alleen Adinda nog. Saïdja? Apa itu? Adinda? Ati atila di dalam Betawi. Tentu saja. Ik zal voorzichtig zijn in Batavia. Ik zal er werk vinden. Memang, saya tinggal di rumah. Baik, het is goed dat je thuis blijft. Als ik terugkom uit Batavia, zijn we oud genoeg om te trouwen. En we zullen geld hebben voor 2 buffels. Baik, baik, doe karbo, karbo. Ik zal spinnen. Ik zal sarongs en slendangs weven. En batiken. Als ik terugkom, zal ik roepen. Vanuit de verte. Hoe kan ik dat horen als we rijst stampen in het dorp? Kamo betoe. Wacht op me. Bij het Jatibos. Onder de grote ketapang. Ik zal 3 x 12 maanden wegblijven. Selamat jalan, Saïdja. Saya cinta kamu, Adinda. Sampai bertemu kembali. Waar ik sterven zal en niet waar ik begraven word. Maar als Adinda daar voorbij komt en haar sarong schuurt het gras, dan weet ik dat zij het was. Ik zal het horen. Thank you.
Melukan Bantuanapa, Tuan? Je gaat nu weg na 3 jaar. Saya, Tuan. Het spijt me. Ik had je onderwijs willen geven. Ik heb nu geld voor 3 buffels, Tuan. Hier heb je bewijs van goed gedrag. Je hebt je goed gedragen, zei je. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Kembali. Selamat jalan, zei je. Dit is de Ketapang. 3 maal 12 maanden zijn voorbij. Ik weet niet waar ik sterven zal en niet waar ik begraven word. Maar als Satinda daar voorbij komt en haar sarong schuurt het gras, dan weet ik dat zij het was. Ik zal het horen. Mijn allerliefste vrouw. Wij maken ons geen zorgen, want wij hebben geen karbouw. Dus waarom zij dan wel? Om elke bagatel wordt men daar woest. Dus hou je koest en toon de heer berouw. Want God, want God, want God, want God heeft alles zo geregeld, dat alles goed scharreert. Hij heeft een lot bezegeld, heeft het goed bestuurd. Dat is zo de natuurwet, hier is het goed en kalm. Dus loven wij hem met gebed en met een psalm. Laat die
Oongs platgebrand. Tientallen Saïkas, tientallen Adinda's vermoord. En in Batavia zal er een jubel losbarsten over weer een nieuwe overwinning van het Koninklijk Nederlands Indisch leger. En Slijmering zal het moederland schrijven dat de rustige rust is hersteld. En de koning van Nederland zal zoveel heldenmoed belonen met vele ridderkruisen. En in de zondagskerk. In de zondagskerken zullen er uit de harten der vromen dankgebeden worden opgezonden. Omdat de Heer der Heerscharen opnieuw heeft meegestreden onder het banier van Nederland. Laten wij bidden. Maar God, God, met zoveel leed begaan, neemt de offers van die dag niet aan. Amen. Tine. Lieverd. Wat wil je doen? Het leger slaat een opstand neer. Maar waar staan de Javanen tegenop? Tegen hun eigen vorsten. En tegen de slijmerings die vorsten beschermen. Niet het gevolg moet ik bestrijden, maar de oorzaak. Ik klaag de Adipati officieel aan. Max, dat kun je niet doen! Oh, nee. Dat zal Slijmering met je eens zijn. En Verbrugge waarschijnlijk ook, en natuurlijk de gouverneur-generaal. Maar ik op mijn beurt zeg ook, het kan niet. Jij moet naar Batavia met Max. Ik denk er niet aan. Je hoeft ons niet veilig te stellen. Waarom doe je je aanklacht niet rechtstreeks? Over 2 dagen komt hier de man grootfeest bij de Adipati en wij moeten opdraven in de kraton. Ik zal er zijn, Tine. In de kraton bij de Adipati. Want ik heb niks te verbergen. Ik ben niet bang. Maar ik wel, Max. Waarom ben je niet wat voorzichtiger? Je kunt toch ook op een andere manier je doel bereiken? Ik weet zeker dat je ooit gouverneur-generaal wordt en dan kun je die mensen hier toch helpen? Jezus, Tine, dat zou toch jaren duren? En wil jij die stumpers zo lang laten hongeren? Kan jij leven van zand? Ik probeer al maanden recht te doen. En intussen wordt er zo geleden door die arme bevolking. De Adipati schijnt erop te rekenen dat niemand hem aandurft. Ik weet het, Max. En jij bent zelf een moeder. We hebben zelf een zoontje. De ergste slachtoffers zijn vrouwen, Tine. Met kleine kindertjes met zuigelingen. Het zijn niet alleen de mannen, zoals ons Kebon. Ook zwangere vrouwen worden hierheen gehaald, het parangoetje, om voor hen te werken, omdat er geen mannen meer zijn. En ik weet dat ze niks te eten hebben. Ze slapen op de weg. Ze eten zand. Wil jij zand eten? Moeten zij zand eten tot ik gouverneur-generaal? En ik ben daar verantwoordelijk voor. Als er hier zo'n arme sloeber door de tuin zwerft en hij ziet onze lampen branden, dan zal hij zeggen, daar woont die ellendeling die ons zou beschermen. Zij lijden. En ik leid met ze mee. En als ze veel geleden hebben, dan heb ik veel geleden. Max, we hebben altijd alles samen gedaan. Samen geslapen, samen gegeten, samen gedronken. Ik ga niet naar Batavia. Ik blijf bij je. Ik moet. Maar ik moet ook.
zij zoenen meer had. Enkel één, altijd lente. Een man, een vrouw en bij elkaar diamanten gevat tussen gouden momenten. De tijd dat ik mijn lief bezat.
zou je me nog toe, een assistent-resident. Zou je Inge controleur verbuggen, die zin? Waar toe aan? Goedenavond, meneer. Ik wou net onder de klamboe. Is het waar dat Slotering werd vergiftigd? Meneer, dat weet ik toch niet. Maar jij denkt ook dat hij is vermoord? Denken en bewijzen zijn twee dingen. Wees eens een beetje duidelijker, man. Dat vage gedoe van jullie allemaal hier. U weet dat uw voorganger probeerde om zekere misstanden tegen te gaan? Ja, natuurlijk. En daar was hij net zo kwaad over als ik, zo hoort dat ook. Er vond inderdaad een onderzoek plaats. De gouverneur-generaal heeft toen het districtshoofd van Parangkutjang ontslagen. Ik kan toevallig lezen, Verbrugge. Ik weet het al lang. Ik kan alleen nergens terugvinden wat er met ons Adipati is gebeurd. Die werd gestraft. Oh ja. Hoe? Met salarisverhoging en kwijtschelding van schulden. God. Wat had ik zelf kunnen bedenken? De vorsten zijn onaantastbaar, meneer. Omdat niemand dat ooit heeft geprobeerd. Verbrugge. Ja, meneer? Is er hier iemand in Lebak die eraan twijfelt of mijn voorganger werd vermoord? Ik vroeg je wat. Ik... Is dat misschien de reden waarom de gouverneur-generaal het lijk niet liet opgraven? Ik vraag het je nog één keer, Verbrugge, en ik hoop duidelijk, waarom werd het Slotering vergiftigd? U weet het, meneer. Ik wil het graag van jou horen. Vond verregaande uitbuiting plaats ten behoeve van de oude Adipati en onder zijn bescherming. En meneer Slijmering wilde hem niet aanklagen en de bevolking kwam om steun bij meneer Slotering. Maar de klagers werden mishandeld of... Er dreven veel lijken in de Kali. De oude Adipati zag meneer Slotering als een bedreiging. Dus? Dat zeg ik niet. Maar je denkt het wel. Ik ben ervan overtuigd dat hij zou zijn vergiftigd als hij langer was gebleven. Schrijf dat op. Schrijf dat op. En ik wil graag weten of dit soort praktijken nog steeds voorkomt in de bank. Daar durf ik geen antwoord op te geven, dan schrijf je meneer. Op dat je dat niet durft. Verbrugge. Ja, meneer. Jij hebt twee zusters in Batavia, nietwaar? Jawel, meneer. En daar moet jij voor zorgen. En dat is de reden waarom jij je bek niet durft open te doen, hè, meneer de controleur? Dat is waar, meneer. Schrijf dat ook op. Ik heb zoveel mogelijk verklaringen nodig. Ik zal de vorst van Labakra den Adipati Kartanata officieel beschuldigen van misbruik van gezag door het onwettig beschikken over arbeid van zijn onderhorigen. En ik zal hem beschuldigen van knevelarij door het onwettig vorderen van goederen in natura zonder betaling. En
Dat kunt u niet doen, meneer. Dat kost u uw kop. Een bewijs te meer dat ik een kop heb. Ik zal zijn schoonzoon de Mang laten arresteren. Op grond waarvan? Nou, wat denk je? Moord? Op verdenking van, ja, moord. En roof. Buffelroof. Diefstal van oogsten. Uitbuiting, mishandeling, onderdrukking. En God weet dat ik meneer de resident Slijmering gaarne voor hetzelfde zou willen laten hangen. Maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Maar ik zal die ploert persoonlijk een schop in zijn kruis geven. Dan kan hij proberen dat te bewijzen. U hebt geen benen om op te staan, meneer Havelaar. Ik heb zo'n aardige verklaring voor Brugge. En tientallen andere van inlanders. Wat zegt dat nou helemaal? De rapporten kloppen, de papieren en staten zijn voor akkoord getekend. Dat lijkt me onmogelijk. Onder alle aanvragen en verantwoordingen staat officieel een handtekening voor akkoord. Oh, ja. Een handtekening. De mijne. U bent alleen maar van papier, van hun papier, een idee fix en verder niks. Ik heb u hier gewoon in een bureau. La, deed dat ik je zo vergeet. Je bent alleen maar van papier. Papier, papier, papier. Mensen zijn tabellen, mensen zijn een lijst. Dicht beschreven bellen, dat nog niks bewijst. Ambtenaren ijver, maakt van jou misdaad. Doodgeboden cijfer, zomaar een getal. De molens malen door, en dankzij onze hulp. Daar zijn wij ambtenaren voor, wij malen je tot pul. Afgestempeld, afgelegd en weggestopt in een archief. Voor ons gerief aaneengehecht. Gewoon in een bureau laag, paraat van een kantoorslaaf. Want dat staat toch zo decoratief. Mensen zijn tabellen, zitten in een map. Niks meer te vertellen, niks in zeggenschap. Het maalt wel niet zo vlug. Daar zijn het molens voor, maar het is zeker hoor, de molen maalt je door. Mijn lieve echtgenoot, mijn allerliefste vrouw. Wij wonen straks na onze dood in een kantoorgebouw, in een gevangenis. Als dat de hemel is, wij zijn nog slechts een nummertje in de geschiedenis. En zo wordt alles weggestopt met een paraafje in een bak. Voor ons gemak maar weggepropt, gewoon maar in een la. Je wordt getekend voor het leven, daarna zien we dan wel weer. Niemand al, een nummer, een cijfer. Oh, je voelt het al, je blijft in elk geval. Altijd, overal, zomaar een getal. Kijk eens aan, geen mensen meer dan rempel, alleen een stempel. Stempel, stempel. Ik kus je met een stempel, kussen ondertussen ben je dus. Zomaar papier, kom hier, dan ben je ingekort. Word, rapport, een krabbeltje, een krul, een doodgewoon stuk onbenul. Zomaar papier. Akkoord, dan ben je ingekort. Schuif door, rapport. Schuif door, een krul. Schuif door, een doodgewoon onbenul. Schuif door, schuif door, schuif door. Eén woord en het mens is dan daarna de vulling voor een la. MUZIEK.
En een mens is dan daarna dubbeling voor een la. Dicht beschreven bellen, wat nog niets bewijst. Mensen zijn tabellen, mensen zijn een lijst. Daarmee gaan er honderdduizenden teloor. Want de malle molens malen je erdoor, erdoor. Ze malen je erdoor, ze malen je erdoor. Ze malen je, ze malen je, ze malen je, ze malen je. Erdoor. Mijn lieve echtgenoot. Hartelijk dank, Adel. Ik hoop dat dominee en Fritsje zo langzamerhand komen, want mijn runderlapjes met rode kool worden zoals ik ben. Ja, lieve, ik zie ook wel dat je een rode japon draagt. Nee, het verpietert. Die Havelaar is een vlerk, zeg. Zie hier, een brief aan Tine. Ondertekend door een bloedverwant, een baron. Dan is die Tine, die is van aanzienlijke familie. Ja, dat hebben we gemerkt, ja, daar in die lange Leidse dwarsstraat. Armoe, lees. Oh. Lieve nicht Everdine, gij hebt de heren verlaten en hangt Havelaar aan. Keer tot de heren terug en wellicht zal de familie u dan enig naaiwerk bezorgen. Ja, de kerk is niet meer stichting te beharen. Alleen deze brief staat, het is een achtenswaardig mens. Dat is Havelaar. Nee, ik bedoel de baron. Hij is van adel, dus achtenswaardig. Komt u binnen, dominee. Wilt u nog een bittertje voor het eten? Graag. Welkom, dominee. Ik hoop dat onze Frits op categorisatie net zo snel vordert als ik met mijn boek. Ik heb hem onderhouden over de geboden. En naar ik hoop ook over de verboden. Alles is verboden, behalve wat mag. En dat is verplicht. Hé, daar heb je hem weer. Prostituut. Fritsje, denk aan je zusje. Marie is gelukkig nog zo groen als gras. Daar zal je dan later mee in een weiland liggen. Je ziet het verschil niet eens. Frits, naar boven. Je gaat zonder eten naar bed. Graag. Frits, kom terug. Voor straf krijg je runderlapjes met rode kool. Dat zouden ze daar in dat verre Indië ook meer moeten doen. Dan maken ze meteen van dat buffelprobleem af. Die Sjaalman-dominee is een leugenpak. Dat hebben we deze week weer eens kunnen merken, nietwaar, lieve? Inderdaad, dat gedoe met die buffels. Wij waren deze week dominee te gast in Driebergen. Bij de voormalige resident van Bantam Kidul. Bij meneer Slijmering, die nu is gepensioneerd. Ja, ze hadden het juist heerlijk daar. Rijkdom, rust. En ze hadden wel 100 van die zwarten alleen om hun tuinen te verzorgen. En dat deden ze helemaal voor niets. Ja. Een bewijs hoe bemind die wel was. Ja, die Havelaar heeft zich daar schandelijk misdragen. Geen wonder dat ze hem eruit gegooid hebben. Waar hebben die zwarten geld voor nodig? Om te eten. Zand kost niks. Wij hebben recht op die mensen. Die Slijmering, koningin, is een heer. De heren zijn en de heren is rechtvaardig. U krijgt niet meer. En toen wij in Amsterdam terugkeerden en door de Weesperstraat galoppeerden, ontwerden wij daar in ene die schooierige Sjaalman. Die vergeefs probeerde zich met zijn kale mouw van enige modderspatten te ontdoen. We zijn zelden zo prettig uit geweest, yeah. Nietwaar? Mijn lieve echtgenoot. Mijn allerliefste vrouw. Daar gaan ze weer. Wij blijven ons dus warmen en zij zitten in de kou. De zwarte krijgt een bons. De heren is met ons. Staat aan de kant van Nederland en in onze salons. Wordt God, wordt God, wordt God, wordt God. Door ieder luid geprezen om wat hij voor ons doet. Wij hebben niets te vrezen hier, want God is goed. Ja, God heeft alles zo beklonken. Het is zijn raadsbesluit. Dat land is ons geschonken, hè, en daarmee uit. Men heeft in Holland toch geen idee van dit soort ontvangsten? Wat u zegt, meneer Van Loon. Ik verheug me op het diner. Het is voor eens iets anders dan rode kool. Van Loon, heb jij al een nieuwe huisjongen? Oh ja, Saïdja was binnen het uur vervangen. Maar het speet me toch. Ik had hem graag onderwijs willen geven. Ach, wat wil je die zwartjes leren? Eten met vork en mes? Eén doeltreffende beschieting in het Koninkrijk van Nederland is verlost van veel gespuis. Als je dan maar wel wacht tot ik weg ben. Ja, natuurlijk, Hans. En ik geef het bevel. Ik blijf ook buiten schot. Max,
kunnen we niet weg? Ik eet niets. Ik zou geen hap door mijn keel kunnen krijgen. Tine, ze kunnen zich niet permitteren om 200 gasten te vergiftigen. Ik lust geen vlees van gestolen buffels. Ik wil je spreken, Havelaar. Excellentie zou morgenochtend op mijn kantoor geen geschiktere tijd en plaats zijn. Dat is aan mij om dat te beoordelen. Jij bent een eigen gereid man. Het doet mij plezier dat u zich desondanks als een intieme vriend van mij beschouwt. En waaruit concludeer jij dat? U tutoieert mij, dat doet mij genoegen. En u brutaliseert mij. Mijn genoegen komt later. Mevrouw, mag ik u even gezelschap houden? U beweert dat de inlandse hoofden zich misdragen. Dat is een al te vriendelijke samenvatting van mijn rapport, excellentie. Gezien uw conclusies kwijt de vorst zich niet naar behoren van zijn verplichtingen jegens de bevolking. Ja, als u dat zo stelt, dan begrijpt niemand daar meer wat van. Maar dat zal ook wel de bedoeling zijn. En u hebt zijn hoogheid voorzichtig vermaand. Ik heb hem gewaarschuwd, ja, heel voorzichtig, maar duidelijk. En u beweert dat zijn hoogheid met misplaatste onbeschaamdheid uw richtlijnen negeert. Met andere woorden, meneer de resident, hij doet maar raak. En ik neem dat niet. En u beschuldigt de andere hoogheid, zijn schoonzoon, de mang van medeplichtigheid. U bent vlug van begrip. Ik verzoek u de Adipati te doen opzenden naar Sarang om invloed op de getuigenverklaringen te voorkomen en de Damang zijn schoonzoon in arrest te laten nemen. U bent volslagen gek, meneer Havelaar. Ben ik gek? Ben ik gek als ik mij gebonden acht aan mijn ambtseed? Ben ik gek als ik probeer om het werk te doen waarvoor ik op deze plaats ben gezet? Meneer Havelaar, u bent nog jong. Daarom, excellentie. Laat u mij uitspreken! U valt mij lastig tijdens mijn drukke werkzaamheden met onbenullige kleinigheden. Kleinigheden? Wat weet u van apen? Excellentie. Wij hebben te maken met het Indisch gewoonterecht. Dat is hier een studierichting, meneer. Excellentie. Een studierichting. Zo belangrijk is dat voor beide partijen. Excellentie. En u strijdt... Tegian, Tegian. Radan Adipati denga radan mangi parang kujam. Tewan, tewan, saya. Selamat datang. Saya senang sekali. Bertemu dengan tewan, tewan. Binnen staan onze tafels gedekt met alle goede gaven die ons lieve land te bieden heeft. Alles ter ere van mijn geliefde schoonzoon, Wiro Kusumo, de Demang van Parangkujang. Saya saudara jemput. Selamat makan. Wij hopen dat u zich vermaakt, tuan resident, tuan assistent resident. Oh, wij zien tot onze vreugde dat u opgetogen bent. Wij beschouwen het als een grote eer uw gast te mogen zijn, meneer de Adipati. Daarom zien wij er zo opgetogen uit. Ik ga straks je kopje duiken over uw rijsttafel. Ik begrijp u niet. Dat is dan wederzijds, meneer de Adipati. U schoffeert de vorst! Dat is hier een misdaad. En alleen vorsten hebben hier recht op misdadige gewoonten. Bedoelt u dat? Laat u mij uitspreken. U had zich eerst tot mij moeten wenden. U had eerst met uw klacht bij mij moeten komen. Dan had ik kunnen schipperen. Dit land gaat aan de verdommenis, meneer de resident. Wat word ik daar opgetogen van? Wij helpen ons Indië naar de afgrond met uw eeuwige geschipper. Wij raken Indië kwijt en mijn schuld zal het niet zijn. De mijne misschien. Misschien. Dat weet ik wel zeker. Ik beveel u onmiddellijk uw aanklacht tegen de vorst in te trekken. Nee. Oh, ik weet het, meneer de resident. Zwijgen is goud, nietwaar? Wie in dit land zijn smoel houdt, die verdient een hoop geld, nietwaar? Het is veel gemakkelijker en veel voordeliger voor de schatkist om niet te reppen van jarenlange uitbuiting. En het is veel eenvoudiger om de eet wat een goed assistent-resident betaalt als een vars te beschouwen. U kunt blijkbaar bij de gouverneur-generaal en bij de koning niet aankomen met slechte berichten. U bent een ploert, slijmer. Meneer de Adipati, mag ik u een kleine bijdrage voor dit feest overhandigen? Trima kasih banyak, tuan resident. Javelaar heeft zich daar schandelijk misdragen. Dit als blijk van waardering namens de Nederlandse regering voor de grote toewijding die u zich getroost ten aanzien van de bevolking. 1000 gulden. Wat een schooier, het volk sterft van de honger. Waar
Waar hebben die zwarten geld voor nodig? Om te eten. Zand kost niks. Wij hebben recht op die mensen. Ik zal mijn soeverein, zijn majesteit de koning, mijn dank overbrengen. En het incident met de heer Havelaar herinner ik mij niet meer. Ik zal de heer Havelaar uit zijn functie doen ontheffen. Ik zal hem doen overplaatsen naar Nekwaai. Dat gat! Ik heb hier schorem en dieven gezien die hoog werden gedecoreerd en Havelaar wordt overgeplaatst. Ja, hoe kun je dan vechten tegen dat soort tegenstanders? Tine, ik neem ontslag uit 's lands dienst. Max. En je moet niet verdrietig zijn. Ik ben niet verdrietig. Ik ben trots. Eindelijk kun je jezelf zijn, Max Havelaar. Wie ben ik? Een mens, een man. Een man vol plannen en dan, wat komt uit, wat komt er van, wat ben je dan man en wie? En de ene dag volgt de andere op, en een kopie maak je van een kopie. Je weet de woorden, maar waar was de melodie? Waar was je lef, je lied gebleven? Was dit het dan, was dit je leven? Je bent bekwaam, je bent bedreven. Waar leidt dit naartoe? Je slaapt en je werd maar hoe. En als dit enkel je bestaan is, dan is de wereld maar een puik waar jij in stikt. Een pop die nooit een vlinder wordt, een bloem die voor de bloei verdort. Een vogel die te pletter start. Nee, niet ik. Waar was je lef, je lied gebleven? Wat is je strijd, wat is je streven? Wat is belangrijk in je leven? Waar ga je naartoe? Je slaapt en je werkt maar hoe? Durf je te zeggen, man, verander. Probeer je weg te vechten, vluchten uit de strik. Probeer een keer terug te slaan, probeer de zin, ik durf het aan. Probeer voor één keer te bestaan en durf te gaan waar je moet gaan. Dan kun je zeggen dat je leeft en dat ben. Selamat jalan. Ik ben verdrietig, maar het is goed dat u vertrekt. Er
zijn tientallen gifslangen gevonden in uw tuin. Oeler, oeler, bisa, tientallen. Tatikanla, bike, bike. Sampai, bertemoek en bali, nonja Havelaar. Hati, hati, nonja Slotering. Nonja Slotering. Er zal hier boosheid blijven. Mijn man is dood. U gaat weg. Er zal hier boosheid blijven. Uw land heeft toekomst, nonja Slotering. Daar moet je in geloven. Je moet geloven in de bodem waarop je geboren bent. Het kan geen vreemdeling je afnemen. Wees voorzichtig. Wees u voorzichtig. En ik dank u voor uw goede zorg. En voor uw toewijding. Wat moet er van ons worden, meneer Havelaar? Niet de koning. En niet de Adipati en niet de gouverneur-generaal regeert. En niet ik. Maar de tijd. En kijk naar het volk, Nonja Slotering. Kijk naar hun gezichten. Ze zien toekomst. Ze zien licht. En dat is heus een vlam die niemand kan doven. Ze zien toekomst.